Mark is, ja, ik zou haast zeggen, ik ken geen extreme mens. En dan vooral ook in de positieve zin. Ergens heeft hij heel gezegd, hij heeft een brein wat 48 uur op een dag en 10 dagen in de week nadenkt van wat kan ik doen, wat moet ik doen. En echt wel met goede intentie voor de boer. Kijk, ik weet ook zeker, ondanks dat in die uitspraak gevoelig lag, maar van het decimeren van een bevolkingsgroep. Ja. Ja, hij meende het echt op een goede manier. Hij is natuurlijk collectief verkeerd uitgelegd. Hij is ongelijk, dat is. Kijk, en hij heeft het ergens zelf ook eens aangegeven in het bestuur. Hij kan niet aanvoelen hoe ver hij kan gaan. Dat mist hij gewoon. Ja. Nou ja, en eigenlijk, het was ook in die zin een heel zelfbewust moment dat hij dat uitsprak. En dat heb ik later ook nog wel 10 keer herhaald. Vanaf dat moment was dus zijn rem een verantwoording voor het hele bestuur. Ja. Kijk, dat is met iedere club mensen. Je hebt allemaal plus- en minpunten. En een goede club, dan vang je elkaar als minpunten op en benut je elkaar als pluspunten. Dus, ja. Nou ja, goed, dat is ja, achteraf denk ik het zwakke punt geweest. Dat, kijk, als je Mark alleen maar op blijft vuren, dan wordt dat alleen maar gekker, zeg maar. Ja. Ook het bestuur van FDF bewees wel, als je elkaar heel erg goed vasthoudt, en dan vooral aan die kant van de streep, zeg maar, dan kun je ook heel ver komen. En als andere mensen dan op een gegeven moment afhaken met het geven van commentaar of joh, dat heb ik geen zin. Ik heb op een gegeven moment een paar maanden voor mijn vertrek ook wel intent gezegd, joh, maar ik stop met remmen. Kijk, het was een discussie, het ging natuurlijk altijd over de toon of hoe zeggen we iets. En daar ligt geen lineaal bij, want soms dan zeg je iets dat je denkt van dit kan niet en het valt super. En de andere keren denk je iets onbenulligs en dan valt het helemaal verkeerd. Ja. Dus toen heb ik wel gezegd van joh, een ander moet met mij mee gaan remmen. Of nou ja, en uiteindelijk is dat dus niet gebeurd. Calon was natuurlijk in die zin een bomgooier, al stond hij dan naast het collectief. Ja. Ja, Mark van Oever was er ook een. En uiteindelijk, als je de ene club een zelfreinigend vermogen gunt, dan ja, dat geldt ook voor de andere. Mijn plannen werden wel wat bruut doorkruist, zeg maar. En als het nummer van je eigen club een voorzitter is, ja, jongen, dan dat gaat wel even diep, zeg maar. Yeah.